Hallo, leuk dat je kijkt. We staan vandaag op Urk en we gaan het vandaag hebben over kustbuien. Want de komende dagen kan er in de kustgebieden wel eens heel veel regen gaan vallen. Kustbuien, dat is vooral een fenomeen wat we in het najaar zien langs de Nederlandse kust, maar ook hier bij het IJsselmeer. En waar komt dat nou door? Dat komt door het relatief warme water van het IJsselmeer of ook van de Noordzee. Watertemperaturen over het algemeen zo nu tussen de 14 en de 16 graden. En als we te maken hebben met een wat koudere bovenlucht, wat onstabiele atmosfeer en in combinatie met dit warme water, ja, dan kun je toch vooral in de kustregio's veel buien gaan krijgen. En dat is iets ook wat we de komende dagen terug gaan zien op veel plekken langs de Nederlandse kust en mogelijk ook al hier rondom het IJsselmeer en bijvoorbeeld hier op Urk. Je moet dan denken, op sommige plaatsen langs de Noordzeekust kan een millimeter of 100 gaan vallen over een week tijd. Ik denk hier langs het IJsselmeer net iets minder, maar het zal hier op Urk ook nog wel eens best nat kunnen gaan worden de komende dagen. In het voorjaar zie je eigenlijk precies het omgekeerde, dan is het water relatief koud. En ja, buien hebben een warmtebron nodig, dat is in het najaar dan het water. In het binnenland is dat vooral het land wat aan het opwarmen is. En dan zie je dan vooral boven het binnenland de zwaardere buien. En in de kustregio's vaak meer het zonnige weer. Regen in overvloed dus de komende dagen, zeker in de kustgebieden. Houd de paraplu dus bij de hand. Misschien wel de stormparaplu, want je merkt hier al langs het IJsselmeer. Het waait behoorlijk stevig uit een zuidelijke richting. Ik ben Raupe de Vries voor Weer en Radar.